om de geschiedenis van monumentale gebouwen in Suriname te beschermen, maakt Stadsherstel Suriname het al langer dan 5 jaar tot hun missie om de gebouwen die aan renovatie toe zijn op te knappen. Het huis aan de Prinsessenstraat nummer 47 is er één van. In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds is er gewerkt aan het inblazen van nieuw leven aan dit pand. Kenneth Wui-Atsoy, directeur Stadsherstel Suriname, zegt dat ondanks de tekortkomingen vanwege de moderne tijd waarin we leven, er niet voorbij gegaan moet worden aan de bijdrage die zulke gebouwen leveren aan de geschiedenis van ons land. Wij doen dat al 12 jaar, omdat wij vinden dat het waard is om dit soort gebouwen, monumentaal waardig, om die voor Suriname te behouden. Het is een deel van ons erfgoed en het laat ook zien de geschiedenis in gebouwen van Suriname, met name van Paramaribo. Katelijne Broers, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, zegt dat door de al jaren bestaande samenwerking tussen Suriname en het Prins Bernhard Cultuurfonds het belangrijk was bij te dragen aan dit project. Het valt niet te onderschatten hoe belangrijk het onderhouden van deze gebouwen is voor Suriname, meent Broers. Dit is een historisch woonhuis wat we samen met Stadsherstel Suriname hebben verworven. En gezamenlijke inspanning hebben gerestaureerd, of in ieder geval met de gelden van het Prins Bernhard Cultuurfonds onder andere. En daarmee is het pand nu weer bewoonbaar en hopen we dat hier straks weer mensen gaan wonen. Omdat de doelstelling van onze stichting en ook van Stadsherstel Suriname is om meer mensen weer in de binnenstad van Paramaribo te trekken, om het levendig te houden. En ja, ik vind dat het hier prachtig mooi gerestaureerd is. En ik vind het heel bijzonder dat dan de naam van het Cultuurfonds ook buiten. De volgende stap is het op zoek gaan naar andere monumentale gebouwen die aan renovatie toe zijn. Het perceel aan de Prinsessenstraat 47 werd in 1912 gekocht door Koenraad van der Kuip. Hier bouwde hij het huis waarin hij woonde tot zijn 105e jaar en dat er nog steeds staat.